Hey Am. Oh my god, Lies, we moeten het hier echt over gaan hebben. Oh my god, oké, ik doe open. We zijn er weer, Am. Yes, yes. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe is het? Goed, goed. Ik zie er helemaal herfst uit. Ik ben helemaal herfst. Ja, ik vind het een mooi vestje. Ja, thanks. Ik zit nog heel erg in dubio, want hij is 80 euro. Of dus ga je hem terug? Ik heb gewoon een kaartje. Serieus? Ben je zo'n type? Nee, maar ik vind wel 80 euro voor een vestje wel veel. Ja, maar ik vind hem wel echt mooi staan. Maar het is kasmier. En het is wel zo dat al niet iedereen hem heeft, maar... Ja, nou, hoezo is hij juist van de Zara? Dus, ja, maar hij is 80 euro, dus ja, dat is niet zo'n mening. Dus nee, ik nee, dat is waar. Ik ga vandaag een dagje proberen. Oh. Oké, dit is het chill concept. Maar ja, ik vind hem heel mooi staan. Ik zou hem houden. Ja, thanks. Thanks voor de input. En een mooie kleur. Ja, ik vond het ook wel een geinig kleurtje. Ja, maar hoe was je week? Goed, het gaat allemaal goed. Dus net even weer ingekomen, nu al een tijdje terug van vakantie. Oh ja. Maar eigenlijk vind ik het wel helemaal chill weer dat het normale leven weer begonnen is. Ik ga daar best wel lekker op. Weer lekker aan het werk en zo. Lekker aan het werk. En jij dan? Nou, ik heb best wel moeite met die donkere ochtenden ineens. Ja? Ja. Ik had toch een tijdje dat ik om 6 uur opstond. Ja, dan ging je wandelen door het park en zo. Die rare dingen. Oké, wandelen doe ik dus niet meer, want ja, het regent dan gewoon. Maar ik probeer dus wel soms nog om 6 uur op te staan en een workoutje thuis te doen. Oké. Okay. Maar ik vind het nu heel zwaar worden. Ik word echt heel moe wakker en echt een beetje hoofdpijn en weet ik het wat. Ik vind het niet zo chill meer. Misschien moet je juist ook die wandeling gaan maken, want het is ook wel eens droog, toch? Ja, vanochtend regende het wel. Vanochtend regende het wel echt. Ja, ja, ik weet niet. Ik moet nog even, denk ik, wennen aan weer dat donkerte en weet ik veel wat. Het is gewoon toch je hebt een beetje last van de blaadjes. Ja, ja, ik heb een beetje last van de blaadjes. Ja. Maar ik heb ook wel weer zin in, ik vind het ook wel weer lekker of zo, dat het zo knus, lekker in huis, lekker, weet je wel, wollen, dekens, weet ik het wat. Ja, het is wel gezellig. Kaartjes aan. Het is wel gezellig. Ja, heb jij daar nooit last van? Ik heb er helemaal zin in het skiseizoen natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Wanneer ga je? Ik ga denk ik in december, eind december, en ik ga met oud en nieuw lesgeven. Oh, waarschijnlijk. Maar dus ik zit, het liefst is het nu november. Ja, jij bent al helemaal, je hebt er zin in. Ja, ik vind eigenlijk april, mei kutter. Dat je dan denkt, ja. Oké, nu gaan we los en dan gebeurt het maar niet. Want laten nee, we ja, je bent heet aan het wachten tot de zomer wachten, begint. Wachten. Ja. Nu weet je gewoon, komende weken, trek die trui maar aan. Oh ja. Ja, nee, klopt. Ik heb dan meer naar januari toe, vind ik het echt prima. Want dan heb je ook kerst en zo, dat is gewoon leuk en gezellig. En dan januari, februari vind ik heel zwaar. Ja, klopt. Altijd. Januari is een hele zure maand. Ja, maar dan ben jij ga je heel januari ook nog skiën? Nee. Ja, ik heb podcastopnames, ik kan niet. Oh, ja. Nee, maar ik ga gewoon een week heen. Ik heb wel over nagedacht om... Heel veel mensen gaan natuurlijk naar Kaapstad. Heel veel. Nou goed, dat is ook onzin. I know. Nee, heel veel. In de Randstad? In de Randstad gaan veel mensen heen. Ik dacht, moet ik niet gewoon een maand een appartementje huren? En daarmee gaan werken. Ook wel heel leuk. Maar dat staat dan nog op losse schroeven. Dat ga ik denk ik niet doen. Mijn vriend is er. Waar? Die gaat dat doen in Kaapstad zitten in een maand. Ja? In januari, ja. Vanuit Barcelona naar Kaapstad? Ja, vanuit Amsterdam, ja. Is hij dan weer terug? Ja, ja. Maar ja, echt. Ja, ik zou het zeggen van, oh ja, natuurlijk. Dit is echt zo'n typisch ding wat dan iedereen dan in Randstad inderdaad, die trekt dan naar Kaapstad. Ik vind dat dan dus vervelend. Dan ga ik dat niet doen. En dan ga je niet heen? Nee. Maar het was eerst een beetje Bali, nu is het helemaal Kaapstad. Klopt. Ja, Bali is het niet meer, hè? Maar het is wel dubbel met Kaapstad, want het is natuurlijk superleuk. Alleen, het is maar het is ook super crimineel, hè? I know, dus je kan er helemaal niet een keer uit. Je kan niet over straat lopen, gewoon chill. Nee, ja, daarom, ik snap de hype niet helemaal. Misschien een goede worst hype voor volgende aflevering. Kunnen we een leuke aflevering aan wijden nog wel. Ja. Oké, hoeveel sterren geef je week? Ik ga voor de 4. 4. Jij? Ja, ik ga even voor de 3 even. Oh ja, echt zo kut? Ja, echt even moe. Even geen zin om op te staan. Oh ja. Ik ga ook echt, laat maar zeggen, rond 9:15 nu richting bed. En al ging ik altijd al vroeg naar bed. Ja, maar dan richting bedoel ik wel. Ik ga eerst mee de skincare doen. Nog lezen, weet ik wat. Maar ik wil gewoon vroeg naar bed. Ik heb het koud, ik wil gewoon mijn bed liggen. Doe jij ook veel boeken lezen? Ja, nou ja, ik ben dus... Nu probeer ik er tegen mezelf te zeggen... Oké, ik moet... Want sinds vakantie... Vakantie lees ik altijd eigenlijk. Ja. Nu moet ik elke avond van mezelf lezen. Leuk! Ja. Jij doet dat ook, ja, toch? Maar we zouden echt wel een keer hier kunnen wijden aan boeken lezen. Of een keer een boekentip. Ik ben nu begonnen aan de 7 zussen. Oh ja, heb ik van gehoord. Sorry, en? Dat zijn gewoon telefoongidsen, zo dik zijn die boeken. Ja? Holy shit. Maar kijk je daar dan nooit tegen op? Ik heb dat namelijk best wel. Als het dan echt zo'n dikke film... Hij is oprecht zo dik. Ja, dat is toch sick. Als ik die nu in de fik zet, brandt die morgen nog. Ja. Echt geen grap. Nee. Maar dus daar ben ik aan begonnen. Maar inderdaad, het is wel volgens mij iets van 600 pagina's of zo. En er zijn 7 delen. Holy shit. Maar vind je het leuk? Pakt het je al? Nou ja, ik ben nu 20 bladzijden verder. Ik vind het geinig, maar mijn verlengtermijn van de biep ga ik niet redden. Nee, precies. Oh, je hebt een biepabonnement. Dat vind ik zo leuk.
Dus nee, als je echt nog wil lezen, heb ik echt nog heel veel leuke tips voor je. Ja, ik zit nu helemaal in Colleen Hoover nog. Oh, leuk. Daar heb je er ook zoveel van. Ja, ja, ja. Dus dat is... En die lezen ook echt heel chill weg. Ik heb dus wel een boek nodig die me pakt. Ja. Dat ik opeens gewoon, weet je, niet meer kan stoppen. Dat ik gewoon doorga met lezen. Mm-hmm. Dat heb ik wel echt nodig. Ik vind dan zo'n Zeven Zussen, dan, nou, ik weet niet, dat zou ik niet eens beginnen. Gisteren had ik even in een bieper gesprek met zo'n vrouwtje van 70. Want ik zocht die boeken en zei, die bedoel je zeker? Ik heb ze ook gelezen. Toen zei ze, ik begon eraan en je wilt niet meer stoppen. Oh, dus okay. Het schijnt wel te pakken. Oké. Okay. Maar je moet altijd inkomen. Ik wil het even van jou horen dan, ja. Als jij hem uit hebt. Welk lees jij nu van Colin? Nu lees ik It Starts With Us. Oh, dus ja, ik okay. heb It Ends With Us en ik moet die film nog zien trouwens. Ja, ja oké, okay, leuk. Maar It Starts With Us. En die schijnt wat liefdevoller te zijn dan het eerste boek, ja. Volgens mij. En er zijn zoveel andere leukere boeken, ja, van haar dan, ja, die. Ja, zij is echt... Ga je lijstje sturen. Ja, fijn. Oké, okay, daar gaan we het volgende keer wel over hebben. We gaan door met het onderwerp van de week. Oh my god, waar gaan we het deze week over hebben? En dat gaat over tradities in rollen. Dus ja. Man-vrouw verdeling. Ja. Eigenlijk dingen, dus zoals mannen die altijd horen te betalen, mm-hmm, of mm-hmm, tillen, dingen moeten, zware dingen moeten tillen. En dat gaan we even doen weer aan de hand van drie stellingen. Ja. Stelling 1. Op de eerste date betaalt de man de rekening. Ja. Wat vind je ervan? Nou, ik zat natuurlijk even gisteren over na te denken. Ik zat even met mijn huisgenoot te sparren. Oh, ja. Maar feminisme, alles door de helft. Ja. Maar toch, als ik een date zou hebben en ook al zeg je, joh, stuur een tikkie. Ja. En hij stuurt die tikkie, zou ik wel denken, wat ben jij een skere tata. Toch? Ja, ja. Ik ook. Maar ik vind wel, als je het stelt, date 2 en een chick organiseert iets, weet ik veel, je gaat naar de klimmuur, I don't know. Ja. En je betaalt dan een chick, fine. Ja. Nou, ik heb meer zoiets van, ik vind het attent als de man dan voorstelt om te betalen tijdens zo'n eerste date. En het doet, dat vind ik wel gewoon iets aantrekkelijks hebben. Ja, ik ook. Maar als hij het niet doet en ik betaal de date bijvoorbeeld, dan zou ik hem ook geen tikkie sturen. Ik vind tikkie sturen sowieso best wel een beetje kut dat met daten, meer, denk ik. Dus ik zou dan, en als hij dan inderdaad de eerste date zou betalen, zou ik wel de tweede date betalen. Ik hou er wel van dat het in die zin, ja, dan gelijk is of zo. Maar het heeft toch iets aantrekkelijks of zo dat hij, of bijvoorbeeld dat hij dan naar de wc zou gaan en dan is terugkomt dan en is dan betaald. Weet je wel, dat soort, ja, dat vind ik wel aantrekkelijk. Ja, maar precies. Dus oké, stel het kan voorkomen dat jij dan betaalt. Oké, dat zou ik wel echt een afklap vinden. Maar stel, je zou echt zeggen, nee, ik betaal en hij zou dat toestaan. Oké, fine. Ja. Maar dan is er nog een stap verder en dat is die tikkie. Dat is, als je die echt gaat sturen. Dat vind ik echt crazy. Als je, ja, dan een tikkie stuurt met thanks voor gisteren en dan... Ja, vind ik ook echt tantoeskeer. Dat vind ik wel... Ik weet niet, dat past niet bij daten of zo, nee, vind ik. Maar oké. Okay. Eigenlijk slaat het natuurlijk eigenlijk helemaal... Ja, ik ben het wel met je eens, maar eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Nee, ja... Nee, klopt. Maar het is, ja, oké. Okay, het gaat dus om of het aan, toch een soort van of het aantrekkelijk vindt of niet. Een soort van, ik zie, ja, dit, nee, dan wel als iets liefs. Green flag. Ik vind het niet, ja, green flag. Ik vind het geen must. Maar het zie het wel als iets aantrekkelijks. Mm. Vind je het niet een afknapper als jij de eerste date betaalt? Ja, ja, misschien wel eigenlijk. Jij ziet het als geen must. Nee. I don't know. Ja. Ik zit echt maaltijd hier weg te vreten achter die microfoon. Sorry, ik stop. Ja, druiven, nou, drinken. Het is ook wel echt lekker. Ik weet niet. Ik vind het lastig. Want ja, oké, okay, geen mus. Maar ik vind het wel aantrekkelijk. Maar als ik hem betaal, is niet dat ik meteen op je af ben geknapt. Oké. Okay, nou, denk goed, ik. Goed teken. Denk ik. Ik zit daar te denken, heb ik dit ooit meegemaakt? Snap je? Ja. Nou, weet ik niet meer. Maar wel aantrekkelijk in ieder geval. Ja, oké, okay, goed, 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 goed. Oké, okay, stelling 2. Je stoel aanschuiven en de deur open houden maakt iemand aantrekkelijker. Ja, dit vind ik dus echt het ongemakkelijkste wat er is. Ja, ja, jij, ja, bent het. Dan ga je staan en dan wil je zitten. Maar en dan dit zit is ook helemaal niet chill. Onder je reet. Ja. Dan heb jij die deur al open. En, ja, is het van, oh, ja, zal ik gaan? Dank je. Nee, helemaal ongemakkelijk. Nee, maar ik vind de deur open houden vind ik nog wel, denk ik, aantrekkelijk. Ja, maar ik vind het dan ook awkward als jij voorop loopt en dan zie je opeens een jongen naar voren, ja, vliegen. Ja, oké, het moet wel natuurlijk gaan. Dus hij loopt voorop en hij doet de deur open en gaat er niet, ja, zelf voorheen, maar wacht en, ja, laat jou doorheen gaan. Inderdaad, niet om me heen duwen naar de zijkant en dan, ja, nee. Ik was pas ook ik had gevlogen en ik liep met mijn koffer. Ja, die was een beetje zwaar. Die man zag me misschien een beetje struggle, maar het ging prima. En toen vroeg zo'n vent, zal ik je helpen? En toen, oh, dacht ik, oké. Ja, ik vond het een beetje leuk, het hoefde niet, maar ik dacht, oké, ja, prima. En toen ging hij zo 2 trappen met mijn koffer tillen. En toen op een gegeven moment, na trap 1, was er dus ook opstopping. Dus toen, oh, moest ik wachten en toen had hij mijn koffer. Toen dacht ik ook, dit is zo awkward. Zo ongemakkelijk. Ja.
Oké, dus toen vond je het eigenlijk niet chill. Toen dacht ik, nee, dit hoeft lief niet. Lief bedoeld, maar nee. Lief bedoeld, maar alsjeblieft, laat me even zelf mijn koffer tillen. Maar hij bedoelde dat gewoon wel, ja, natuurlijk super lief. Niet om met jou te flirten. Weet of ik wel. Niet. Weet je niet. Weet ik niet, maar ik werd heel ongemakkelijk van. Ik dacht, kap, laat mij gewoon die koffer dragen. Laat maar zelf dragen, laat mezelf struggelen gewoon. Ja. Oh ja, dat snap ik wel. Dus nee, awkward was dat. Ja, ik vind dus zo'n deur openhouden wel, maar inderdaad stoel aanschuiven hoeft echt niet. Dat is heel toch? Niet fijn proces ook gewoon. Nee, dat is niet kloppend. Nee, het klopt niet. Het werkt gewoon niet. Maar ik vind deur ophouden, het heeft wel iets aantrekkelijk, maar ook totaal geen must of zo. Nee, toch? Toch? Nee. Nee, oké. Stelling 3. In een gelijkwaardige relatie zouden vrouwen net zo vaak dingen moeten tillen of betalen als mannen. Moeten tillen ook echt? Ja, dat vind ik ook. Nee. Nee. Oh, je bedoelt een tas en zo? Nou ja, of weet ik veel. Dingen gewoon. Wat vind jij? Nou ja, ik vind wel het fijn als het gelijkwaardig is qua betalen, denk ik. Mm-hmm, mm-hmm. Maar als ik kijk naar mijn eigen relatie, dan betaalt mijn vriend wel meer dan ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Maar hij heeft ook meer inkomen. Oké, precies. Dus dat is denk ik ook wel de afweging. Mm-hmm. Maar we proberen wel gewoon, bijvoorbeeld laatst waren we op vakantie. Ja, hij betaalt dan uit eten, maar dan doe ik wel lunch of weet je, koffie of weet ik veel. Dat het daarin wel, het is niet dat hij dan de hele dag gaat betalen. Dat zou ik ook echt niet chill vinden zelf. Mm-hmm. Daar zou ik me dan niet fijn bij voelen, weet je wel. Nee. Maar dingen tillen, nou ja, dat ligt gewoon aan. Ik heb sowieso scoliose, dus liever dat iemand anders tilt. Oh ja, nee. Maar in betalen vind ik het wel fijn als het ergens gelijkwaardig is. Maar ik denk dat het verschilt in iedere relatie ook qua en inkomen. En inkomen. Ik denk ook dat het inkomen is. Maar qua tillen, ik was dus op vakantie met Gijs en we waren in Monaco. En Monaco is een heel klein land, maar heel heuvelachtig. En ik had een tas mee. Maar er zaten gewoon spullen in voor allebei, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Handdoek, weet ik veel wat daarmee zat. En nou, dan was het gewoon na 20 minuten dat Gijs zoeg. Hey, doe jij het nu weer even? Ja. Ga jij weer even tillen? En dan had ik hem weer gehad. Zal ik het weer even tillen? Dus dat ging behoorlijk gelijkwaardig op. Toen ging we daarna goed uit eten met volwassenen mensen, dat waren ouders van vrienden van Gijs. Ja. En die man die droeg heel de tijd de tas. Dus ik zeg, Gijs, kijk jij nu mee? Ja. Wat hier gebeurt. Take some notes. De tas wordt gedragen. Ja. Oh nee, als wij naar het strand gingen, dan was het dan de grote tas inderdaad met alle chak die erin zat. Tas. Die droeg niet wel hoor. Ja, echt zo? Nou, ja. Gijs, kijk je mee? Ja, maar dat vind ik, maar het was ook wel natuurlijk. Het is niet dat ik dan wacht totdat hij hem pakt. Ik pakte hem dan ook wel eens, maar hij pakt hem altijd weer van mij af. Oh nee, oh ja, prima. Ja, snap precies. Wat ik bedoel? Ja, ik denk dat wij er ook wel een beetje balans in hebben. Nee, ik vind het ook prima om te dragen. Maar ja, dit is ook wel echt 10 keer zo sterk als ik ben. Oh ja, oké. Okay. Ja, jullie niet? Nee, ik denk ook dat Gijs sterker is. Maar goed, ik moet gewoon die tas dragen. Tering zwaar, ik was er helemaal klaar mee met die man. Ja, snap ik. Heuvels. Oh ja, dat snap ik. Nee, maar was super leuk de vakantie. Yes, yes, yes. Geen ruzie gehad of iets. Hebben jullie wel eens ruzie op vakantie? Nou, vakantie ging echt goed. Want ik dacht wel van, ik zie hem denk ik door de week 3 keer per week. Ja. En je gaat dan zomaar 2 weken lang hutje-mutje. Ja. Maar dat ging echt heel goed. In die tent en in alles. Was echt leuk, maar die daktent opzetten was gezeik. Heftig, ja. Het kostte 20 minuten om hem af te zetten. Opzetten was 10 minuten. Oh, dat maar is elke kut. Dag dan 20 minuten. Ja. Ja, het was wel ellende. Gijs was er ook echt wel goed klaar. Maar die zei op een gegeven moment, ik wil gewoon op een all-inclusive resort zitten op Turkije met een cocktail in mijn handen en zon. Ja. En op een gegeven moment zaten we in Luxemburg met 14 graden. Oh. Met een dingetje om ons heen. Nee, maar dat is het kut met kamperen. Kamperen kan best leuk zijn, maar als het regent of koud is, dan is het gewoon zo kut. En je moet gewoon goed weer hebben. Ja. En toen hadden wij dus nog dat stuur wat stuk ging. Dus wij hadden eerst een auto gekregen. Dat stuur ging helemaal, dat trilde gewoon. Het was letterlijk alsof dat stuur een epileptische aanval kreeg. Geen grap. Oh. Ze hebben de file op de vluchtstrook eraf gegaan. En toen kregen we dus een nieuwe. Maar toen moesten we een dag wachten in Luxemburg. Nou, dat is toch een ongezellig land. Ja? Verschrikkelijk. Het lijkt echt 2010 daar. Oh, what the fuck. En toen zaten we dus buiten. Dus met dat trui, met 6 truien aan in 12 graden. Serie te kijken. Oh, wat sneu. Ja, toen waren we klaar mee. Maar zij regelden wel snel een nieuwe auto voor jullie. Ja, dus ik kwamen de volgende ochtend zelfs al een nieuwe auto brengen. Toen zijn we lekker naar Zuid-Frankrijk gereden. Oh ja, en daar was het goed weer? Daar was het gewoon lekker 26 graden. Oh ja, kijk, dat heb je dan nodig. En dan is het opeens dan heel leuk, dan is het toch? Waanzinnig leuk kamperen. Maar hoe deden jullie dat nu met douchen en zo? Of van die openbare douches? In het toiletgebouw. En dat was ook zo tering vies. Ja. Dat vond ik ook heel heftig toen ik in Australië was. Maar ik vind het in Nederland is dat echt schoon, hè? Maar Frankrijk hebben ze dat gewoon slecht onder controle. Ik had gewoon zo'n touwtje waar ik dan aan moest trekken. En dan kwam er gewoon letterlijk alsof een emmer water op je hoofd. Echt? Ja.
Oh mijn god. Dat was echt armoede, maar goed. Oh ja, nee, dat zou ik dan ook wel echt heel moeilijk vinden hoor. En toch een beetje dat gorigheid en zo. Ja, lekker om de 3 dagen ging ik daar mezelf dan insmeren met zelfbruiner. Oh ja? Ja. Ik ga gewoon op vakantie in de zon. Gewoon maar in. Is het ook niet met... Want inderdaad, dan komt er zo'n heel klein beetje water. Maar heel even. Ja. Je kan niet even lekker 10 minuutjes douchen. Nee, nou dat op zich wel. Maar ik was op een gegeven moment... Maar in Frankrijk en dacht ik, oké, dit is volgens mij een octoletgebouw. Ik ga vanavond even haar wassen. Even helemaal schoon. Ja, ja. Dus ik sta daar, naakt, shampoo neergezet, alles neergezet. Ja. Dus ik druk op die knop. Koude douche. Oh ja. Nou, toen had ik echt... Nou zit je me echt dan in de zijkant. Dan kan je bijna huilen gewoon. Afschrikkelijk. Ja. Nou, toen ben ik gewoon... Toen dacht ik, ja, fuck it. Ik ga gewoon naakt die gang over. Toen heb ik een andere douche gepakt. Toen heb ik alles per laten liggen. Maar dan baal je wel, hoor. Ja, 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 ja. Maar voor de rest vieze... Wow, het regent echt tering hard. Holy shit. Vieze wc's gebouw, ja, het is allemaal gewoon niet schoon, heel eerlijk. Nee, ja, ik vond dat wel echt zwaar op een gegeven moment in Australië. Ja? En we hadden ook veel regen. Was jij nou met de camp? Nee. Ja. Met de camper? Ja. Reed je daar ook in? Ja. Vond je dat niet fucking eng? Nee, ja. Nou ja, het was wel even wennen. Ik kan me wel nog het begin herinneren, want Australië is links rijden, hè? Daarom? Dus ik weet nog dat... Ik was dus met mijn best vriendin car en we zeiden allebei, oké, degene die zich het meest zelfverzekerd voelt op als eerste moment, laat maar zeggen als we wegrijden bij die verhuurding, die gaat rijden. Dus ik zei ze, oké, ik voel het. Ik kan dit, weet je wel. Oh, ja. Dus ik ging in die auto en car in navigatie en sorry, daar is ze gewoon echt niet goed in. Maar we reden dus weg en we zouden eerst even gelijk bij de supermarkt boodschappen doen. Maar goed, dat ding is best wel hoog. En we moesten dus blijkbaar bij die supermarkt echt een soort parkeergarage in. Maar ja, die was laag. Ja. Dus dat zag zij op een gegeven moment. Dus toen was ze van, oh, we kunnen daar helemaal niet in. Mm-hmm. Maar toen ontstond er de stress. Want waar moeten we dan heen? Want ik was met dat ding aan het rijden en het ging allemaal goed en weet ik het wat. Maar ja, het was natuurlijk wel heel erg kijken van waar de fuck gaan we heen. En dan zie je die pijlen overal nergens. En ook met bochten nemen is natuurlijk gewoon raar. En toen was het echt van, waar moet ik heen, waar moet ik heen? Het was echt zo schreeuw tegen elkaar. Ja. Zeg het maar daar! En ik zei, oké! En ik scheur dat ding echt zo eroverheen. Pure paniek. En toen stapte ik die auto uit. Toen zat ik echt, oké, ik ga even niet meer rijden nu. Weet je wel, nu moet jij. Weet en toen je moest wel. Car. Nou, toen zijn we dus eerst boodschap genoemd. En toen is car gaan rijden even. Oh. En dat ging, daarna is het altijd wel goed gaan. Echt? Je wordt wel echt, ja. Maar je rijdt er best wel afstanden. En je wordt wel steeds zelfverzekerd. Kijk, in Nederland rijd ik natuurlijk bijna elke dag. Ja, oké. Okay, dus ik kan best wel goed auto rijden, al zeg ik het zelf. Maar dit was wel even wennen, ja. Met zo'n grote bus en ja, al die shit achterin en zo. Ja. Ook gewoon 5-baanse wegen en zo, toch? Ja. Nou, het lijkt me echt een nachtmerrie. Ik heb toevallig, het komt nu omhoog, vannacht gedroomd dat ik in een vrachtwagen moest rijden. Echt? Wow, dat is raar. Toen had ik een heel klein stukje dat ik nog moest, maar dat kon ik niet. Toen ging ik mensen bellen als ze konden helpen en mensen waren niet bereikbaar. Het komt echt nu omhoog. Zo weird. Ja. Oh, grappig. Nee, een camper maar rijden. Maar als jullie rijden, dan rijdt Gijs toch altijd gewoon? Ja. Ja. Vorige heb ik het gedaan. Toen dacht ik... Ik dacht ook van... Ik moet het doen. Feminisme, kom op. Ik ga gewoon rijden. Ja. In Nederland... Traditie in rollen. Ja, ja, toen dacht ik, ik kan gewoon rijden. In Nederland rijd ik echt overal heen, maar dan moet ik mezelf wel toezetten. Ik doe het wel, maar ik vind het niet chill. Oh, ja. Dus ik zit niet chill achter het stuur, maar ik doe het dus wel. Ja. Maar het is ook als je blijft doen en ervaring. Dus vorig jaar dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon lekker even. Ik ga ook in die auto rijden. Maar goed, het is ook niet je eigen auto. Je wilt er geen schade in maken. Nee. En op een gegeven moment kwamen we op een hele grote... gewoon de weg ging omhoog. Ja. En toen ging onze auto, we gingen ook langzamer. En oh toen ja. Het is zo kut. Toen een dubbele rotonde. Terwijl dit ga ik nooit meer doen. Nee, die paniek die je dan hebt. Ja, dus dit jaar gaf ik lekker de sultanaatjes aan, de bolletjes. Ja, oh ja. Maar het is toch top, als Gijs het ook top vindt. Ja. Traditie in rollen. Het is echt heel traditioneel was het. Maar ja, niks aan te doen. Nee, oké, we gaan door met Worth the Hype. Is het dat hypeje nou echt waard? Waarin we even een hypeje gaan... Ik hoor hem al, inderdaad. deze aflevering is het Espresso Tonic. En we hebben het allebei nog nooit gedronken. Nee. Dus dat gaan we nu doen. Mensen drinken dit dus gewoon als vervanging voor een cocktail, ja, toch? Ja, dus je hebt Espresso Martini natuurlijk, waar iedereen helemaal lyrisch over is. En gin tonic. Gin tonic, inderdaad. En dit is eigenlijk een alcoholvrije mocktail. Oh, het is toch? Wel alcoholvrij. Ja, ja, tonic en espresso is het gewoon. Oh, dus je kan het niet, want ik dacht dat ik op die blikjes 0.0 zag staan, maar je kan het niet. Dank je. Oh my god, wat ziet dit eruit? Ja, het ziet er echt goor uit, dankjewel. Het ruikt naar koffie, inderdaad. Cheers. Oh, het ruikt niet lekker. Het ruikt echt niet lekker. Maar die zit dus ook cafeïne in. Ja. Oké. Oh. Sorry, alvastmiddel met koffie. Oh, dat is niet lekker. Ik vind het echt tandoesmerig. Ja.
Oh, godverdomme. Het is gewoon alsof er een potje treft. Ja, dat bij is een groot kop maar koffie dat is gedaan. Maar dat is die tonic gewoon bijna of zo. Want ik moet nog een sokje nemen. Nou, ik denk dat ik dat heel erg niet meer moet doen, hoor. Dan ziet er ook... Oh, deze is echt niet fijn. Wie vond dit lekker? Het ziet er... Ja, een collega van mij vond dit heel lekker. Het ziet er een beetje uit als een hele donkere Lipton Ice Tea, vind je niet? Met een schuimlaagje ook. Oh, het is echt smerig, man. Nee, het is echt niet te zuipen, niet te pruimen. Nee, dit is echt niet te pruimen. Maar ik wilde eigenlijk helemaal... Want ik ga dus trouwens in oktober ga ik een maand niet drinken. Oh, ja, waarom en oktober? Ja, geen flauw idee. Random stuff, girl. Maar ik dacht, oh, dit is top. Als ik dit dan... Want ik hou heel erg van espresso martini wel. Mm-hmm. Als ik dit dan mega lekker vind, maar ik vind het mega goor. Dankjewel. Ja, sorry. Maar je krijgt wel steeds meer zaken met heel veel lekkere mocktails. Dit is ja, echt is heel smerig. Ja, ik heb dus bijna geen zin meer om op het terras te zitten dan. Dat klinkt toch erg, sneu? Hè? Ja. Dat is echt sneu. Ja, ik snap wel echt wat je bedoelt. Ja, maar dan denk ik, ja, waarom de fuck zou ik daar gaan zitten? Als ik toch geen alcohol ga drinken. Maar dat is echt heel heftig om te zeggen eigenlijk. Ik ga dan 20 oktober ook die halve doen. En dan zat ik zo van... Ja, ik ga kijken. Ja, ik verwacht je langs de finish. Maar dan zat ik wel dingen in te plannen voor die 2 weken daarvoor. En toen dacht ik, oh ja, dan ben ik niet aan het drinken. En dan denk ik dat het... Dan ga ik niks doen. Ah, dus. Dat vind ik zo stom. Ja, eigenlijk waar staat is het op. Ja. Maar jij hebt dat dus ook. Ja, ik heb dat heel erg. Dat voel ik gewoon niet meer de niet. Ik ga gewoon lekker cocoonen thuis of weet ik veel. Lekker films kijken of zo. Ja. Oké, maar worth the hype? Nee. Oh, absoluut niet. We gaan door. Zeg eens eerlijk, we gaan weer grabbelen. Dus, zeg eens eerlijk. Ik ben benieuwd. Wil jij grabbelen? Ik mag gauw even grabbelen. Oké. Okay. Ja. Eens even kijken voor welke we gaan kiezen. Ik check constant de Insta van de ex van mijn vriend. Het maakt me heel onzeker en het maakt me gek, maar ik blijf het doen. Hoe kan ik hiervan af? Oh, ja. Dempen. Nee, ja, dat kan je natuurlijk niet doen bij iemand die je niet volgt. Die je niet volgt. Ik neem aan dat ze er niet volgt. Oh, dat lijkt me... Oh, heeft Gijs een ex? Nee, niet echt eigenlijk. Maar je kan wel natuurlijk, wat je wel kan doen, want je, als je iemand... opzoekt, dan blijven ze steeds staan bij je zoekbalkje. Even bij dat kruisje. Dat je oh ja, dus even wegklikt. Maar ja, het is volgens mij een hele intrinsieke motivatie om deze maat op te zoeken. Maar ja, wat moet je er... Ja, wat moet je er nou op... Nou ja, waarom ben je zo obsessief met haar? Dat is misschien wat je jezelf moet afvragen. Ja. Ik bedoel, ik denk altijd maar het is niet voor niks uitgegaan. Nee, maar het is wel een gek idee dat zij dan ook seks hebben gehad. Met... Toch? Ja, dat is altijd wel een beetje raar. Nou, ik ga er sowieso niet over nadenken. Daarom zit ze misschien gewoon niet in te stalken. Maar ja... Ik denk dat dit wel een kwestie is en dat ze hier gewoon echt zelf mee moet kappen. Want het is gewoon echt, je maakt jezelf helemaal gek. Ja, zou je het zeggen tegen Gijs, stel hij had een ex en je zou dit doen? Ja, want ik denk dat je op een gegeven moment ook wel een keer dat hij dat ziet. Want dan zie je gewoon bij Insta, zoals je ziet. Ja, inderdaad. Hoe vaak zoek je niet met je vriend dan ook? Ga je die en dan zie je zo de hele tijd je ex naast. Ja, dan staat hij zo bovenaan, weet je wel. Ik denk dat ze dat wel vrij snel doorhebben. Ja, inderdaad. Maar het is ook wel een beetje ongemakkelijk om te zeggen van, hey... Mijn dagelijkse bezigheid is eigenlijk jouw ex op zoek op Insta. Ja, heel gênant. Maar wat is je obsessie? Ja, dan ben je dan jaloers wat zij hadden. Ja, inderdaad. Denk je dat er nog wat speelt of wat dan ook? Ja, dat is ook weer anders, hè? Of zegt hij, of vertelt hij leuke verhalen over haar? Ja. Oh, dat zou ik ook wel een beetje naar vinden. Ja, van een hele leuke meid, hoor. Het was zo leuk met haar die ene vakantie. Ze zag er superleuk uit. Elke dag. Zo knap. Ja. Nee, maar dat is echt... echt mee kappen. Heb je helemaal niks aan. Nee, ik zou er ook echt mee kappen. Eerst even jezelf afvragen waarom je het doet. En misschien toch wel bespreekbaar maken in je relatie. Als je een onzekerheid erover hebt of zo. Of vragen, I don't know. Dan gewoon open communiceren. Maar ik zou er echt mee kappen. Het is, het maakt je ook niet echt beter, denk ik. Ja, true. True, true, true. All right. We gaan door met de stom. Echt heel stom. Stom van... En dat is deze week Hamza Otman. Weet je wie dat is? Nou, misschien moet ik er even een gezicht bij zien. Hij zit nu ook in Expeditie. Ja. En speelt in Mokra Mafia volgens mij. Ja, oh, hij komt uit Alkmaar. Ja, dat heb ik. Oké. Okay. Ik heb het onthouden. Zwarte haar heeft hij. Ja, klopt. Zeker. Ja. Oké, okay, we gaan even luisteren. Hoi, mijn naam is Hamza Otman en dit vind ik allemaal stom. Ziek zijn. Op dit moment ben ik ziek. En dat is stom, want jij hebt er niks aan. Je hebt letterlijk niks aan ziek zijn. Je ligt gewoon de hele dag in bed... En ik heb erover nagedacht, je hebt echt letterlijk niks aan. Ten tweede, mannengriep. Mensen die niet geloven in mannengriep, dat vind ik vervelend. Mannengriep is echt een ding en ik geloof echt dat mannengriep bestaat. Mensen die bij de roltrap aan de linkerkant gaan staan, dat vind ik vervelend. Sta gewoon rechts. Nu moet ik je rechts inhalen en dan moet ik een soort van zigzag iemand anders gaan inhalen. Sta gewoon aan de rechterkant. Nummer 4 is de huizenmarkt. De huizenmarkt is zo
vervelend. Laat me netjes blijven. Het is zo vervelend. Huren schieten omhoog. Je kan bijna geen huis kopen. De huizenmarkt is gewoon ruk. Nummer 5 is Wilders. Ik vind zijn kapsel gewoon niet mooi. Nummer 6 is een goede film zien en de titel niet onthouden. Dan heb ik een hele goede film gezien en dan wil ik erover praten, maar dan ben ik vergeten wat de titel is. Of ik wil hem dan nog een keer kijken en dan weet ik niet welke film ik heb gekeken, weet niet welke acteur erin zit. Ja, dan heb ik niks aan de film gehad. Mensen op straat die geen hoi terugzeggen. Het kost me niet heel veel moeite om iemand gedag te zeggen, maar dan loop ik op straat en dan zeg ik hoi en dan negeert diegene mij. En dan kan ik dat gewoon niet loslaten. Dan vind ik dat moeilijk van, hè, maar waarom zeg ik geen hoi terug? Awkward. Mannengriep. Ja, maar mannengriep is toch gewoon mannen die zich aanstellen. Hij spreekt zichzelf wel een beetje tegen. Ja, ik snap dat ook niet. Mannengriep. Ja, want ik geloof zeker in mannengriep. Want mannen stellen zich gewoon oprecht eerder aan. Dat is ook hetgeen wat mannengriep is. Toch? Helemaal met je eens. Maar ook die titel vergeten van film, dat heb ik altijd bij liedjes. Dat je dan een leuk liedje hoort. Ja. Dat je dan vraagt aan persoon X. Oké, welk nummer is dat? Oké. Ja, onthouden, ja. En dan ben je het vergeten. Ja. En dan was dat in je hoofd echt de banger, hè? Die je helemaal ging maken. Ja. Maar ik heb het ook al met films, jij niet? Nee. Oh, ik vergeet dan ook wel eens als ik dan, weet ik, van een nieuwe film zie of zo. En dan wil je inderdaad tegen iemand zeggen van, oh, deze moet je echt kijken. Oh, hoe heet die? En dan zeg zo, krr, krr. Maar kijk jij thuis films? Ja? Kijk nooit thuis films. Serieus niet? Nee. Ik heb ook geen Netflix of zo. Oh, geen andere streaming. Nou ja, ik kijk dan ook van Rutte of Videoland. Ja, je kijkt meer of series Schiphol, of docus. Of The Bachelor, maar ja, films niet maar echt. Oh nee, ik ben wel echt een film. Ja? Ik hou echt van een filmavond. Want ik heb echt, letterlijk volgende week zaterdag heb ik een filmavond met een vriendin gepland. Dat is wel leuk. En dan ga je ook echt leuk. Eten, lekker op de ja, bank. Ja. Lekker snacks kopen. Oh, ook, vind ik waanzinnig. Ja, nee, leuk. Ja. Maar filmen duurt wel fucking lang, als je thuis zit. Ja, maar heb jij geen spanningsboog? Nee. Oh ja, jij bent die generatie. Generatie Z, schat. Moet allemaal sneller, sneller, sneller. Oh TikTok ja, nee, ik joh. Nog naast met mijn telefoon. Oh ja. Oh, dat vind ik dus zo hinderlijk, hè? Dat dan mensen dan op hun telefoon gaan zitten terwijl we een film samen kijken. En dan is het daarna zo, wat is er gebeurd? Dat ga ik dan dus niet zeggen. Ja, of dat je altijd als je met iemand dan, als ik wel eens met iemand iets kijk en dan gaat de ander op telefoon, denk ik, vind je het niet leuk of zo? Ja. Moet we hiermee stoppen? Moet we iets anders gaan kijken? Ja. Dan word je helemaal onzeker. Ja. Is het niet goed? Eens, oké. Okay. Nou, ik denk dat we af gaan ronden. Thanks, Hamza, voor de stoms. Ja, dankjewel, Hamza. En ik hoop dat je snel beter bent. En ik hoop dat het hier ver komt in de expeditie. Ja, ook ik ben benieuwd. Jij volgt het wel? Ja. Oh ja, ik ga moet vanavond kijken. Ik moet gaan beginnen. Heel leuk. Oké, okay, nice. Dat gaan we doen. Vergeet niet de app te checken. En natuurlijk ons prachtige magazine te kopen. Want hij is echt heel leuk. En jou zie ik volgende week weer. Let's go. All right. Doei.